Ladies and gentlemen, it's time to meet the players. It's time to welcome home the reigning World Cup champion, the wizard, Simon Whitlock! Ladies and gentlemen from England, the winner of 37 PDC titles and 10 televised titles, time to meet the machine, James Wayne! In de eerste helft van deze sessie zagen we alleen maar wedstrijden tussen spelers die nog nooit tegen elkaar hadden gespeeld in officieel verband. Nou, ik kan u wat vertellen. Dat is bij deze wedstrijd wel anders. James Wade tegen Simon Whitlock is al 43 keer gespeeld. 23 wedstrijden werden gewonnen door de Engelsman, door de machine James Wade. Simon Whitlock won er 20 en zij hebben dus nog nooit gelijk gespeeld tegen elkaar. In Premier League verband zou dat dan geweest zijn natuurlijk. Ja, mooi. Op tv is het de 23ste keer dat ze tegen elkaar spelen. En ook daar heeft Wade het voordeel 12 tegen 10. Het ligt dus wel heel dicht bij elkaar. Zeker, dat is absoluut het geval. Hoewel ik me afvraag of dat de laatste jaren ook zo is geweest. Die cijfers heb ik nu even snel niet voorhanden. Maar... Nee, maar we kunnen wel concluderen dat Whitlock wel weer in een betere vorm verkeert dan we een jaar hebben gezien. Zeker. Als we hem al zagen. Maar dat hij een paar posities en een paar automatische uitnodigingen mislukt, dat mag duidelijk zijn. Dat is een signaal. Vroeger was hij overal altijd bij. Dat is geen zekerheidje meer. Hij is op dit moment de nummer 27 van de wereld. En nou, dat is eigenlijk niet echt een positie waar je deze man nee, zou zien staan. Standaard top 10 speler. Ja. Oeh, een jaartje of 15 lang. Ook een hele tijd de grootste concurrent samen met Van Barneveld voor Taylor geweest. Zelfs een periode dat hij boven Van Barneveld uitkwam. Nou. Kijk eens aan. 140, 180 voor meneer Whitlock. Dat is nog eens een opening. Ja, het is tijd voor de Wizard om weer eens wat te gaan toveren. En we hebben nog wat magie gezien op de afgelopen World Cup. Toen hij samen met Damon Hetta wereldkampioen landenteams werd, om het zo maar even te zeggen. Dat waren ze goed, hè? Zeker. Ze vulden elkaar aan. Hè? Op het moment dat Hetta er even niet was, stapte Whitlock in. En andersom gebeurde precies hetzelfde. Ja, maar het is voor Whitlock ook wel lekker om zo'n koppelspeler te hebben als Hetta. Dat je weet dat je niet per se de dragende kracht hoeft te zijn meer. Want ja, in die positie verkeerde hij niet echt ook. Hè? Dus je kan ook alle vertrouwen hebben in je koppelmaat. Geen 121 finish in de eerste leg van Whitlock. Maar Wade staat ver op achterstand.
Ja, maar die heeft deze lek al aan de wetenschap gedoneerd, hoor. Dat doet hij wel vaker. Je gooit gewoon zijn bijlen weg en valt het wel. Maar dan is mooi meegenomen. Dubbel 4. Dubbel 4 is het. En hier hebben we direct de eerste leg al in minder dan 15 darts. In de hele vorige wedstrijd zagen we die niet één keer terug. Nee. En nu meteen in de eerste leg. En daar zie je ook wel aan dat er twee topspelers tegenover elkaar zijn. Twee oud-gedienden al. Hè? Ja, we hebben het natuurlijk al even over Whitlock gehad. Maar ook Wade is een hele grote meneer in het dartswereldje. Ja, ik denk als jij naar zijn major-titels kijkt en zo. Televisietitels in het algemeen. Ja, dat hij toch erg boven in de lijstjes voorkomt. Hoor. Zeker, zeker weten. Kijk, Phil Taylor die domineert natuurlijk alle lijstjes. En dan hebben we een Van Gerwen. Dat gaat niet meer verbeterd worden. Gaat ook niet meer verbeterd worden. En dan hebben we een Van Gerwen die daar achteraan komt. Maar James Wade heeft toch maar mooi 10 tv-toernooien op zijn naam staan. En er zijn inderdaad weinig spelers die hem dat nadoen. Ja, Van Barneveld heeft hem nog wel meer. Maar goed, dan moet je zo'n video-tijdperk erbij rekenen. Iets waar Wade nooit echt op het hoogste niveau heeft gespeeld. Ja. Ook hij 180. Ja, en Whitlock is echt zo'n bijtertje. Dat zie je ook, die focus, die concentratie. Maakt niet uit wat de positie in de lek is of in de wedstrijd. Die blijft altijd doorgaan. Beetje tegenovergestelde van Wade eigenlijk. Ja, die kan alles denken, ja, het zal maar geschoten worden. Maar ja, goed, ook die hoor je de laatste tijd toch wel vaak uitspraken doen. Van ik wil nog beter, ik kan nog beter en ik ga nog beter. Je hebt de zin wel weer gevonden. Ja, nou ja, dat idee heb ik inderdaad ook. U ziet overigens een drietje achter zijn naam staan. Dat betekent dat hij voor dit toernooi als derde geplaatst is. Omdat hij op de World Series ranking plek 3 inneemt. Hij is op de Order of Merit, dus de echte wereldranglijst, de nummer 5 op dit moment. En nu hobbelt Whitlock er een beetje achteraan, maar die gaat hem misschien nog wel even weer neerzetten. Hoor. Dan moet Wade toch uit. Die was niet uit in 15. Ja, Whitlock ook niet. Maar. Nou, dubbel 10 is favorietje. Dit keer niet. Daar zal nog wel een centimeter tussen. Dit kan wel eens heel dure zijn. Simon Whitlock op 49. Dubbel 16. Ja, straf meteen de fout af van Wade. Ah, Whitlock doet even een weetje eigenlijk. Tja. Normaal gesproken toch het handelsmerk van de machine om de kantjes die hij krijgt meteen te pakken. En Whitlock die wil meteen ook afstappen en doorgaan ermee. Want je kan met 3-0 voor staan. De blik in de ogen van Wade. Whitlock, die gaat maar door. Dat is jammer. Een beetje gewend eigenlijk dat als ik in de commentaarpositie zit, dat er een 9-darter valt. Maar... Nou, ik help het je hopen. We zijn er niet in de buurt geweest. Nee, dit was inderdaad op de 6e pijl dat het de mist in ging. Van 9 darts op 41. En nu hobbelt Wade weer achteraan. 9 door 16. Gaat hij nu voor de 1? 9 door 16, tuurlijk. Door 12 dan? Dat zou hij toch moeten weten. Hij moet even tellen, lijkt het. Ja. Hij moet om die pijl heen die in de 9 zit natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant is toch meer ruimte, denk ik hoor. Maar goed, wij staan er niet recht voor hè, met de camerapositie. Ze kunnen dat niet echt bepalen.
Ja, de helft van de avond is voorbij, dus ze worden wat luidruchtiger. Publiek, de 6, voor Whitlock. Ja, Bobby George die zei het altijd al, trebles for show, doubles for dough. Maar goed, ja, hij krijgt nog 3 das. Daarom, maakt in principe niks uit. Ja, maar voor je gevoel. Is toch wel lekker als je gewoon door kan gaan. Ah, nou. Als deze dubbel 6 er nu ingaat, staat Whitlock gewoon met 3-0 voor. Absoluut waar. Dubbel 3 mag natuurlijk ook nog. En die gaat er dan in. En dan zal van een slecht gevoel zeker geen sprake zijn bij de Wizard. En dan moet Wade toch wel even gaan aanhaken, want 3-0 mag het zeker niet worden. Hij gooit zijn tweede 180. Altijd het idee dat die das van Whitlock er zo weer uit kunnen vallen. Ja. Als je zo heen en weer ziet bewegen, als ze in de triple komen, denk ik, nou, ik zou daar nog niet blijven gooien. Ah, en toch door die punten die hij erop heeft zelf gezet, zelf gemaakt ook. Is er, volgens mij moet je daar flink tegenaan trappen om die dan uit de triple te laten vallen. Hij kon bij mij in het café niet competitie spelen, dat zou ik niet toestaan. Dan kan ik elke week een ander bord kopen. Ja. Hij schijnt die punten zelf te maken van de inbussleutels. En dat slijpt hij dan helemaal. Ja, helemaal goed. Goed. En het laat inderdaad een ravage achter op je dartbord. Nu zal het voor deze wedstrijd nog niet zo heel erg veel uitmaken. Het is best of 11 legs. Dus wie het eerste tot 6 is. Maar op een... Toch ziet hij zal er al uitkomen. Ja. Er is 3 legs gegooid op een bord en je ziet Cizal al naar buiten komen. 83. Maar ik kan me ook wedstrijden op het WK herinneren die over meerdere sets gingen en dan... Gesloopt. Ja. Precies in de breaks moesten ze het bord draaien. Omdat de triple niet meer te gooien was. Ja, toch was er geen Dirkie hoor. Geen Dirkie. Nee. Dat doet hij ook niet. Wait, om nou eindelijk eens een keer op het bord te gaan komen. Dit moet eigenlijk uit. En dubbel 10 is weer niet zijn vriend. Zo. Dit zijn we echt niet gewend van James Wade. Ja, voor de 4-0, tweede break. Simon Whitlock, dubbel 20, 3 darts. En 1 is genoeg. 4-0. Op dit moment staan we op dezelfde tussenstand. Als de laatste wedstrijd dat deze twee heren tegen elkaar speelden. Dat was op de World Cup waar we al even aan memoreerden. In de halve finale stond Engeland tegenover Australië. Speelde Whitlock in de single tegen Wade. En werd het 4-0 voor Whitlock. En nu dus wederom een 4-0 voorsprong voor de Australië. Ja, maar de wedstrijd is nu nog niet voorbij. Dat is waar. Dat is een belangrijk detail. Maar goed. Als we eerlijk zijn. Nou ah ja, de laatste 8 legs tussen deze mannen zijn dus allemaal naar Whitlock gegaan. Ja, maar kijk het verschil, hè. Het verschil is navenant. Eerste 9 darts van Wade is gewoon slecht voor zijn doen. 90, 84 overall is te weinig. Ondertussen kunt u natuurlijk ook nog altijd vragen insturen via de hashtag ViaplayDarts. Dat krijgen we allemaal binnen. We hebben ook een interessante vraag gekregen over Tony David. Nou, dat is wel leuk om even mee te nemen, want Townsville, waar wij nu in spelen, dat is de stad waar Tony David vandaan komt. Zijn hometown, ja. Klopt. Ja, en er wordt gevraagd of jij toevallig weet hoe het met Tony David gaat op dit moment. Inmiddels iets beter. Van de week kwamen er weer wat foto's langs van Tony David. En die was op een dag nog aanwezig. Zag er weer gezond uit. Ik heb ook nog foto's van gezien dat hij echt heel slecht uitzag. En ik dacht van ja... Had hij nog wel aan maken, maar het is een kei, hij blijft knokken. Een leuk verhaal, nog dat ik toen in Australië was, die 5 weken ging naar Townsville. Ik denk, nou, ga ik hem opzoeken. Dus ik bel hem op. Dus morgens om 10. Bleek dat hij op dat moment een prachtige 124 finish van weet. Ja, die mis je er bijna nog eventjes. Onderbreekt hij toch een mooi verhaal mee? Ja, komt hij hier gewoon op het bord te staan. Maar ik bel hem om 10 uur 's morgens op. En... ja, hele slaperige stem. Ik zeg maar, hallo, Co. Ja, ik zeg, ik ben in Townsville. Hij zegt, ik woon tegenwoordig in Perth. Maar ja, er zat 6 uur thuisverschil tussen. Dus ik ben er morgens 4 uur zijn bed uit.
Als je niet zo happy mee, zeg maar. Nou ja, je kan toch niet bij me komen. Uurtje of zes vliegen, dus de groeten. Nee, maar gelukkig gaat het weer een stuk beter met Tony Weber. Nou, dat is mooi om te horen. En een fijn antwoord op de vragensteller. Die 124 finish van Wade zojuist tekent ook direct voor een break. Dus één break heeft hij al goed gemaakt. Maar nog geen ruimte om te verslappen. Ondertussen ziet u beneden in beeld welke wedstrijden in de Premier League u allemaal kunt bekijken op Viaplay. U weet dat er bij ons natuurlijk niet alleen darten te zien is, maar ook een heleboel voetbal uit Engeland en uit Duitsland. Van alle sportmarkten thuis. Professional fighters die kijken eens aan. Ik ben blij te horen dat je Premier League noemt. Jacques ben je gewend Premier League. Ja. Ja, en Wade staat hier toch in een riante positie om de aansluiting te gaan vinden. In ieder geval een stuk dichterbij te komen dan die havelijke 4-0 die er op het bord stond. Daar is hij, nummer 10. Eindelijk. Hè? Inderdaad, dat denkt hij zelf ook. En waar het eventjes op een hele pijnlijke wedstrijd leek uit te draaien voor James Wade, is het nu gewoon weer spannend. Verschil nog maar één break tussen de twee mannen. Die had wel even een keertje nodig. Zo even geleden twee trippeltjes voor Whitlock. Gemiddeldes van beide mannen liggen op dit moment rond de 90. Wade zit daar iets onder, Whitlock zit daar iets boven. Ja, Wade is omhoog gekropen en Whitlock is iets afgezakt. 90. Die gaat toch wel even dus, die druk erop zetten. Hij lijkt nu in de 180-klassement met die twee. Dat gebeurt toch niet vaak dat James Wade het 180-klassement in een wedstrijd leidt. Normaal gesproken een fervent smijter van 100 en 140 scores. Nou, ze dubbels raken altijd. Deze hebben we vandaag al gezien. Dan krijg ik nog geen herhaling. Maar toch. Kijk eens. Alle hens aan dek voor Whitlock. Om niet opnieuw gebroken te worden. Ja, die gaat gewoon voor die dubbel 9 hoor. Die is nergens bang voor. En als je raakt heb je gelijk hè? Dit was wel een hele belangrijke. En een hele gewaagde. Een hele gewaagde. Ja, je ziet het ook aan zijn reactie. Hij is er heel blij mee. Logisch. Ja, 4-3. En voor de twee keer gebroken worden. En dan weet hij dan mag beginnen. Of 5-2. Ja, dat is inderdaad een wereld van verschil. Zeker in een wedstrijd die tot 6 gaat. Precies. Je staat voor de finishlijn. Je moet alleen overheen stappen nog nu. Dan weet je, moet nog een paar hordes nemen onderweg. Whitlock gaat 4 kansen krijgen om inderdaad de leg te winnen. En daarmee ook de wedstrijd naar zich toe te trekken. En Wade mag geen fout meer maken. Weet ook, het publiek was erg stil. Want Wade was aan de betere op de hand. En nu zal die meneer die we net in beeld zagen waarschijnlijk weer een stuk zekerder op zijn plekje zitten. Ja, ik vraag me af of het de zoon is van zijn. Ja, ik durfde al geen uitspraken te doen. Zelfde kleur haartjes, hetzelfde shirt dan. Het zou natuurlijk goed kunnen dat ze nu ze in zijn thuisland spelen hele familie meegenomen hebben. Nou, volgens mij woonde die standaard in Australië. Ik me kan herinneren van vroeger de verhalen die behoorden van Simon. Maar ja. Ja, precies. Dat hij nu op. We praten ook al over 15 jaar terug. Ja.
Goed, Simon Whitlock moet hem nu goed wegzetten. En dan kan hij misschien zichzelf een groot plezier doen. Ja, nog een triple 19 erbij. Precies, dan laat je 40 staan. Dan laat James Wade die 128 maar eens uitgooien dan. Moet vegen lijf te redden. Kan alleen nog wel met een triple 20. En dat gebeurt niet. En dan is de machine veel te laat aan het draaien geslagen. En is Simon Whitlock op weg naar de hockey om er 6-2 van te maken. Voor het publiek. Hij heeft maar één pijl nodig. The Wizard is weer aan het toveren geslagen. Hij verslaat James Wade, de volgende PDC-ster die het onderspit moet delven. Whitlock gaat door naar de volgende ronde. En hij zou daarin uit kunnen komen tegen Gerwin Price of Damon Etta. Dat gaan we straks zien.